Martine, Martine, Martine. Kijk, ja, goed met jou? Ja, prima. Ik ben er klaar voor. Ja, jij bent de enige die verstand heeft van schaatsen, van alle juryleden. En je hebt de repetities gezien. Sorry? Nee, dat maakt niet uit. Kunnen we vuurwerk verwachten vanavond? Hebben de kandidaten zichzelf weer overtroffen? Ik denk het wel, maar goed, ik heb nog niet zo heel veel gezien, dus ik laat me een beetje verrassen vanavond. Wie is jouw favoriet voor vanavond? Ik ben nog steeds jury, dus ik heb geen favorieten. Maar Patricia, die is echt, zegt van voor haar is Tony de favoriet. Ja, maar ik vind omdat ik heel kritisch ben, mag ik geen favorieten hebben. Nee. Oké, okay. Je naam is Martine. En in Martine zit verstopt Tine. Dus ik moet een 10 zien te krijgen voor iets wat ik ga doen. Ja, dan had je het toch tot de laatste show moeten volhouden, want toen vlogen ze over de tafel. De 10. Ja. Ja, maar ik wil het met iets anders. Ik wil het niet. Ik wil gewoon een 10 krijgen, een 10 verdienen. Zeg iets wat ik moet doen voor een 10 en dan doe ik het. Even een leuk dansje. Maar ik ben zo geen danser. Nou, dat hebben we gezien. Je kan heel goed dansen op het ijs, dus probeer een leuk dansje. Dan krijg je misschien een 10. Misschien nog wel. Oké, ik ga mijn best doen. Succes. Ik ga het wel veilig doen. Ik ga gewoon Gangnam Style doen, ja? Oh ja, is goed. Hoe was het ook alweer? Of zoiets. We zitten al op een 9,5. We zitten op 9,5. Ja, beter je best doen. Wat moet ik erbij doen om een 10 te krijgen? Nog een beetje... Een beetje met de heupen? Ja, dat denk ik wel. Je krijgt een 10. Ja! Dankjewel. Mijn eerste tien ooit. Yeah. Zonder af te kijken dan. Ik heb eerder 10 gehad, maar toen heb ik afgekeken. Maar goed, nou nog op het ijs. Dus deze telde toch een beetje niet mee. Je maakt me blij met een dode poes. Dode mus. Dat was een grapje. Nou, hartstikke. Ik heb alles gehaald. Ik heb al mijn opdrachten voltooid.